Ter afsluiting van de Creative Week hield Spamakandra gisteren de Social Media Day 2016. Tijdens dit evenement hebben de aanwezigen kennis gemaakt met de culturele code van Spamakandra en de beroepen en carrièremogelijkheden in de creatieve industrie. Daarnaast werden aan de aanwezigen ook demonstraties gepresenteerd van de totstandkoming van mobiele apps, websites en social media posts en alle andere producten en diensten van Spamakandra. Verder werden er ook demonstraties gehouden over cloud-platforms, het ontwikkelen van mobiele applicaties, websiteontwikkeling, social media for business en internetmarketingstrategieën. Spamakandra-directeur Vincent Kenswiel hield ook een motivational talk over de sector en wat de mogelijkheden zijn in de toekomst. De activiteit werd afgesloten met een netwerkborrel. Van 7 juli tot en met 15 juli organiseerde Spamakandra de Creative Week. Het doel van deze week was om de nadruk te leggen op de potentie van de creatieve industrie betreffende werkgelegenheid, innovatie en hoge productiviteit.